Het Rijncollege, ons logo van de opleiding. Dit is ons logo geworden. Het is met de kleuren van het Rijncollege gedaan, omdat dat de opdracht was. Het blauwe dat komt omdat het zo fris is en fris van een nieuwe opleiding. Dus het is gewoon hartstikke leuk om te doen. Dat moet ik uitstralen. En nu geef ik graag het woord door aan Arjan. Die vertelt u iets meer over het logo. En over de producten die we gemaakt hebben. En dan geef ik nu het woord door. Nou, dankjewel Marine. Nou, dit is dus het t-shirt, hoe het kan worden gedrukt, zeg maar. Dus dit is de voorkant op de rechterbovenborst, zoals je vaak ziet bij naplijn wordt gedrukt. Zo aan. De achterkant is wat groter, zodat mensen ook van de achterkant kunnen zien waar je van bent en wat je opleiding is. Dan hebben wij ook een soort bushokje gemaakt. Die kijkt even naar de of die kan gewinnen. Ja, dat komt er nu aan. Kijk, daar is hij al. Het bushokje. Dus hij kan dus over twee vakken worden verdeeld. Oh. Kijk. Kan over twee vakken worden verdeeld in het bushokje. Dus ruimte voor een andere poster ernaast. Zodat het ook aantrekkelijk blijft voor andere bedrijven om hun poster te laten zien. Daarnaast hebben we ook een briefhoofd ontworpen. Dat is ook gewoon hetzelfde logo, alleen dan geplaatst rechtboven op een briefhoofd, dus als je hier ziet. Eventueel kan dit hoger worden geplaatst en eronder nog wat tekst als een adres of iets dergelijks. Dus eigenlijk ook zo een beetje beeld hebben kunnen geschept over ons logo, zodat u duidelijk vindt wat wij bedoelen met ons logo. Dank jullie aandacht.